Spray ligt nu ongeveer een week in de winkel. En deze verhalende science fiction game. Uh, ja, die prikkelde de geest van veel science fiction liefhebbers op de redactie. En er ontstonden allerlei uh, toffe discussies over. wat nu de beste science fiction film was en boeken en et cetera, et cetera. En als er dan zo'n discussie is op de redactie. ja, waarom halen we dat dan niet gewoon hier in de studio zodat jullie kunnen meegenieten? Kortom, ga gewoon maar even lekker zitten en uh, kijk naar uh, ja, deze discussie over. Wat is nu um, um, uh, de ideale ingrediënten voor een goed science-fiction uh, verhaal? Is science-fiction het moeilijkste of het makkelijkste genre om te maken? Um, is het het ideale genre voor games? En natuurlijk, want dat mag niet ontbreken, de top drie van de beste science-fiction films aller tijden. Volgens science-fiction liefhebbers Coase, Skate, David en Steven. De ingrediënten van een goed science fiction verhaal. Pew. Um, ja. Ik denk uh, hele sicke aliens. Kijk, de klassieke alien is natuurlijk het, uh, het, het, het grijze of groene mannetje met een soort van veel te groot ballonvormig hoofd en twee hele grote zwarte ogen erop. Dat, ik vind dat geen vette alien. Ik weet niet wie die ooit heeft verzonden. Ik vind de, de, de Humanoid aliens vind ik minder cool dan de aliens die er echt uitzien alsof ze. Uh, uit een daadwerkelijk een ander universum, een ander sterrenstelsel komen. Um, dus bijvoorbeeld de alien uit de uh, Alien-films. Um, die, uh, die, die zijn heel cool, weet je wel. Die zwarte met het langgerekte hoofd en die scherpe tanden en klauwen en staart die een soort van zijn eigen leven leidt met een angel eraan. En um, de facehuggers, dat soort dingen. Uh, dus een dus, soort van de. de, de de inwoners van het sterrenstelsel waar het sci-fi verhaal zich afspeelt. Aliens en, en dergelijke, het, het, het zal allemaal wel. Maar mijn favoriete films, mijn favoriete science fiction films. spelen veel meer in op de psyche van de mens. Wat doet het met je als je bijvoorbeeld heel ver uh, en hulpeloos in de ruimte zit? Uh, wat, 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 je geestentoestand, wat, wat, wat verandert er? Wat blijft er hetzelfde? Dat zijn dingen die mij altijd heel erg aanspreken in science fiction. Ik vind het interessant om te kijken naar. Hoe alles wat wij nu hebben, uh, nu dat beeld van ons uh, over science fiction beïnvloedt. Um, dus ja, wat, wat voor mij heel belangrijk is, dat als een science fiction film een, uh, een, ja, een toekomstwereld neerzet, en dan met name als de mensheid er een rol in speelt, um, dat ze dat niet doen op een manier die wij nu heel makkelijk kunnen bedenken: dat een scherm nog dunner is. En ik vind het juist tof als het dan niet met touch interface, uh, filosofie is bedacht, maar dat ze een wereld neerzetten qua structuur, qua technologie, uh, qua wat de mensheid aan het doen is, die niet uh, vanuit de tijdsgeest van nu per se is bedacht. Vette, vette tech dingen, en dan bedoel ik tech als in technologie, um, dus uh, ruimteschepen die er, die er vreed vormgegeven uitzien uh, en, en technologie die, die dingen doet waar ja, die we tegenwoordig nog niet hebben. Dus als vroeger in de Star Trek uh, series weet je de deur die zo tschuw, tschuw, gingen, dat hadden we toen nog niet en tegenwoordig hebben we dat wel. Naast uh, een goed verhaal natuurlijk en uh, uitgediepte characters uh, is voor mij toch wel heel erg belangrijk dat een science fiction uh, verhaal plausibel is. En uh, dat zit natuurlijk al wel een beetje in de naam uh, science fiction. Het moet te verklaren zijn door middel van uh, science wetenschap. En dat is natuurlijk, uh, doen we dat op basis van de wetenschap die we vandaag de dag hebben. Uh, want op het moment dat we dat niet doen, dan, dan gaan we al veel meer snel naar fantasy. Uh, zoals een van mijn favoriete uh, films van alle tijden, dat is Star Wars. Ik ben nooit echt een Star Wars-fan uh, geweest. Ik, uh, ik heb alle films wel gezien. Um, maar zoals gezegd, ja, dit zijn films die zich voornamelijk in ruimteschepen. Afspelen en ik wilde het daarom eventjes daarop focussen, want als we science fiction breder gaan trekken, dan kan ik nog een heel blik opentrekken en ja, dan zijn we helemaal ver van huis. Ik ben totaal niet van de fantasy en ik denk de enige reden waarom bijvoorbeeld die film mij gegrepen heeft, is omdat die in een science fiction setting uh, heeft plaatsgevonden. Uh, verder neig ik zelf enorm naar uh, films die uh, gaan over of artificial intelligence. Aliens, of, of, of iets wat dan ook met space te maken heeft. Dus alles wat, wat toch nog wel kort uh, dicht bij de mensheid uh, blijft. De um, mens en robots of de mens en aliens? Nou, eigenlijk geen van beide. Voor mij geldt eigenlijk toch meer de mens aan zich. Uh, bijvoorbeeld in de ruimte of in, uh, in fictieve, uh, science, science fi wetenschappelijk fictieve situaties. Uh, en dan. Kan er misschien de indruk gewekt worden van alien lifeforms of iets dergelijks? Maar alleen al het wekken van de indruk is voor mij uh, genoeg om het interessant te maken. De vraag uh, ja, of het, het verhaal belangrijk is dan de special effects of vice versa. Dat is eigenlijk een beetje de, de game-discussie over uh, gameplay versus graphics. En ja, ik denk dat mijn gevoel bij science fiction films wat dat betreft een beetje hetzelfde is. Dat. Um, ik denk ik liever een uh, hele goede science fiction film heb die juist niet te commercieel is. En dan mogen de effecten iets minder goed zijn. Maar wel de kanttekening erbij: uh, dat er natuurlijk wel een minimum is aan hoe iets eruit moet zien. Zodat het gewoon te kijken is. Zonder sterk verhaal en enkel en alleen mooie plaatjes uh, ga je mij gewoon niet grijpen. Ik heb absoluut een goed verhaal nodig in een film, in een game. Om de mooie plaatjes uh, te ondersteunen. Dat maakt het alleen maar sterker, meeslepender en geloofwaardiger. Zelfs de meest uh, mooie visuals zou een, uh, een, een film met een matige verhaallijn niet kunnen redden. Uh, het gaat er gewoon simpelweg om: uh, ik hou van uitgediepte characters, uh, een, een verhaal met meerdere lagen en, en een grotere mythologie eromheen. En op het moment dat jij je niet kan inleven in die characters, dan, uh, dan eigenlijk het hele universum waar, uh, waar dit verhaal zich in afspeelt, en alle characters en alle plotpunten die erin voorkomen, die hebben geen gewicht op het op moment dat je je niet kan vinden in, in het verhaal of, of de karakters die erin spelen. Natuurlijk, het verhaal is ontzettend belangrijk, um, uh, maar dat, 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 dat vind ik meer iets wat... wat um, de norm zou moeten zijn, standaard in films, dat er een goed verhaal in zit. Um, en ja, wat het verhaal, weet je, want een sci-fi verhaal is niet per se een sci-fi verhaal. Weet je, als je naar Star Wars kijkt, dat verhaal uh, van, van verraad en, en groei en ontwikkeling en, en goed tegen kwaad, dat zit in, in gigantische hoeveelheid films. Weet je, het zit ook in fantasyfilms en het zit ook in. Uh, uh, andere actiefilms en wat dan ook. Ik kan juist ook heel erg um, de, 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 de psychologische en de menselijke kant van uh, goede science fiction verhalen uh, waarderen. En dan kan het iets simpels zijn als uh, een, uh, een, een echte dystopian future. Als uh, je het hebt over uh, uh, yeah, de mensheid die toch een beetje uh, uh, nu al zijn, zijn glans heeft verloren. Uh, kijk naar iets als, wat George Orwell heeft gedaan met 1984. Uh, wat als je het hebt over dystopian uh, science fiction wel echt een, uh, een schoolvoorbeeld is. Het is niet per se sci-fi-gebonden um, hoe verhalen in sci-fi-films worden neergezet. Ik denk dat um, vooral de aankleding van die verhalen, het maken dat het een sci-fi-verhaal is en de characters en de omgevingen en de. de, ja, de ...technologie en de infrastructuur en allemaal dat soort dingen... ...die daar invulling aan geven. Want ja, science fiction, het, het, het moet toch wel overkomen. Het moet er niet te nep uitzien. Um, nou vind ik wel dat we gelukkig in een tijd leven... Uh, ...waarin er heel veel mogelijk is met heel weinig... En uh, je ziet op het gebied, uh, überhaupt qua special effects, of het nou horror is of science fiction of fantasy of wat dan ook, dat er uh, hele creatieve filmmakers zijn die met uh, weinig budget uh, toffe dingen weten te doen, juist door interessante trucjes te gebruiken. Dus ik, uh, ik vind niet per se uh, dat uh, de beelden belangrijker zijn dan het verhaal, maar uh, de beelden moeten wel minimaal aan een bepaalde kwaliteit voldoen, zodat het toch een beetje te kijken is. Juist omdat je niks kan met de realiteit, juist omdat je eigenlijk alle perken te buiten kunt gaan, juist omdat je je fantasie volledig kunt loslaten als scriptschrijver, als regisseur op een genre als science fiction, kun je het uh, in principe zo gek maken als je maar wil. En dan kun je kiezen voor wijdse sceneries, uh, met, met grote teams, maar je kunt ook kiezen voor één persoon in een kleine... Uh, beperkte ruimte en, en dan kun je verhaal technisch alle kanten op gaan. Ik denk dat juist science fiction een van de meest uh, inspirerende genres is voor uh, schrijvers en uh, regisseurs en dergelijke. En ook voor acteurs en actrices. Omdat ze gewoon iets kunnen doen uh, wat, wat niet gangbaar is. En ja, daar kun je soms natuurlijk ook wel eens de plank mee misslaan door het uh, op zo'n manier te brengen dat het Totaal niet meer geloofwaardig wordt. Ik bedoel, geloofwaardigheid behouden is daarin toch wel heel erg belangrijk. Hoe bizar je het af en toe ook maakt in je verhaal. Skate zegt dan uh, wel dat uh, science fiction uh, makkelijker om te maken is door de enorme vrijheid uh, die het biedt het genre. Ja, daar ben ik totaal niet mee eens. Ik denk juist uh, op het moment dat je een bestaand verhaal of een bestaand universum uh, een film gaat maken, dat het veel makkelijker is. Want je hebt zelf als, als scriptschrijver en als regisseur heb je een referentiekader, wat je altijd omhoog kan houden aan een aan, 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 aan materiaal wat je aan het maken bent. En uh, wat betreft science fiction, en dat, dat zie je dan ook heel vaak, op het moment dat je een hele wereld en universum moet gaan scheppen, dan moet het ook allemaal op elkaar passen en kloppen. En daarom zie je ook vaak in science fiction genres dat, dat er enorme plot holes bestaan wat betreft verhaallijn, omdat sommige dingen gewoon niet meer verklaard kunnen worden. Of dat er vroeg in het stadium beslissingen zijn gemaakt, bijvoorbeeld bij een eerste deel van een film en later bij een sequel, die niet met elkaar rijmen omdat, omdat het niet meer klopt. En dat heeft simpelweg mee te maken: er bestaat geen referentiekader waaraan je al je plot twists bijvoorbeeld kan toetsen. Het is interessant um, wat uh, de jongens zeggen over uh, deze kwestie. Um, kijk, het ding is natuurlijk, sci-fi, inderdaad, ergens heb je de complete vrijheid om uh, te verzinnen wat je wil, weet je, want je kan zomaar een universum verzinnen, een compleet universum met planeten die niet bestaan, of die misschien wel bestaan, maar een alternatieve aarde zijn, of weet je, en waar wezens op rondlopen die wel of niet op mensen lijken, of die op dieren lijken, of. Wat dan ook, of we compleet iets nieuws zijn, wat we nog helemaal niet kennen. Uh, de voorwaarde natuurlijk, en dat ligt meer in de terminologie van science fiction, is dat het ergens grond is in de science. Um, dus je kan niet letterlijk alles verzinnen, omdat het enigszins verklaarbaar zou moeten zijn in de uh, wetenschap, wil het science fiction zijn. Want anders is het um, ruimte-fantasy, noem ik het dan maar. Um, ik vind bijvoorbeeld Star Wars vind ik meer ruimtefantasy dan ik het science fiction vind. Omdat uh, de technologie van een lightsaber ja, volgens mij nog niet echt bewezen is dat het zou kunnen, omdat je een, een, een einde moet hebben voor een, een laserstraal. Um, en dat is nog niet het geval. Um, dus dat soort dingen, ja, ik, 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 weet je, maar ook, want de, de terminologie science fiction, dat, heel veel mensen associëren dat heel snel ook met de ruimte, wat niet per se zo is. Omdat uh, bijvoorbeeld 20.000 mijlen onder zee van uh, ons aller Jules Verne is ook een science fiction verhaal. Um, en dat speelt zich niet per se af in de ruimte, dat speelt zich af onder water, in een onderzeeër. Ik denk zeker dat uh, science fiction een van de moeilijkste genres is om te verfilmen. Uh, qua game misschien minder, maar um, ja, ik ben natuurlijk ook een grote filmliefhebber en uh, ik weet dat um, uh, science fiction wordt gezien als een genre. Als je het hebt over grote filmmakers, het is iets waar een heleboel uh, bekende regisseurs, uh, regisseurs zich een keertje aan wagen, maar uh, die maken er meestal geen carrière van, want het is... Uh, naar uh, naar verluidt, echt extreem uitdagend en moeilijk om een uh, science fiction film te maken. Dus de meeste uh, producers en uh, directors zijn na één grote science fiction film al klaar. Uh, daarom vind ik bijvoorbeeld een Ridley Scott zo uh, interessant om te volgen, omdat die blijft maar doorgaan uh, als een soort van martelgang met uh, science fiction films. Um, en ook zeker als je uh, in de context van een, een game kijkt als prey, uh, vind ik zijn films ook wel redelijk in de buurt zitten uh, van, um, van dat type science fiction. Ik ben sowieso uh, wel echt een groot alien fan. Ik, uh, ik vind die hele wereld en het concept van de creature, uh, Geiger's werk is natuurlijk heel vet daarin. Maar uh, ja, ik, ik vind die films vind ik echt super vet. Uh, sowieso de eerste vier vind ik alle vier echt uh, uh, op een hele andere manier. Alle vier vet, zelfs drie. Um, en ja, ik, ik, ik vond Prometheus ook heel cool. Ik, uh, er staat een interessante fan-edit uh, online. Als je het interessant vindt, moet je maar eens gaan googelen. kom je hem wel tegen. Uh, want er was sowieso al een, uh, uh, een Blu-ray-release met meer footage. En er is een fan-edit die heeft die versie um, nog een keertje uh, gefine-tuned. En uh, zelfs in die vorm vind ik Prometheus een hele vette science-fiction film. Dus um, ja, het is een moeilijk genre. En uh, Ridley Scott die, uh, die doet dat keer op keer. Science fiction is niet mijn favoriete setting voor games. Ik ben meer van de fantasy setting met uh, elfen en draken en trollen en dat soort dingen. En bijlen en zwaarden en schilden. Ik, um, ik weet niet, man. Ik, ik, ik ben meer van de, de, de lompe bruutheid van, van oldschool wapens en uh, um, tovenaars. Dan dat ik uh, hou van aliens en uh, wapens die pieuwpipieuw doen. Ik heb niet echt één ideale setting. Ik ben ook niet echt een, een hele grote science fiction fan. Tenzij het echt allemaal op, de, op, op zijn plek valt. Uh, wanneer puzzelstukjes in een science fiction game of film op de plek uh, vallen, dan, uh, dan ben ik verkocht. Dat spiegelt eigenlijk gewoon een beetje aan mijn, mijn filmliefde. Uh, alles wat ik daar interessant vind. Horror, fantasy, sci-fi, uh, martial arts. Dat zijn gewoon de stijlen die ik ook in games interessant vind. En, Um, wat natuurlijk wel heel fijn is aan games. Um, dat, um, ja, daar heb je natuurlijk nog steeds wel concept art, wat uh, goed moet zijn. Maar uiteindelijk een texture maken voor een ruimteschip is niet ingewikkelder dan een texture maken voor uh, een, een stad. Ik weet niet zo goed waarom ik dat in films wel vet vind en in games niet. Ik denk dat in omdat science fiction is vaak visueel spectaculair, weet je. Dat zijn letterlijk uh, sterrenstelsels überhaupt. Als ik al kijk ik naar een soort van Into the Wormhole, weet je, met Morgan Freeman of uh, Cosmos met uh, hoe heet die uh, Neil deGrasse Tyson. Als ik het goed zeg. Um, dan vind ik het geniaal om die, die, die sterrenstelsels. soort van te zien expanden en kleiner worden. en inzoomen en uitzoomen en wat dan ook. Dat vind ik, dat vind ik gewoon mooi om te zien. Weet je, visueel gezien. Bij games, uh, een Mass Effect uh, bijvoorbeeld. daar valt alles op de plaats. omdat ook de character building. en de verhaalvertelling heel erg. Uh, goed zijn uitgewerkt. Was dat niet het geval geweest, dan had ik ook vinden veel minder geboeid ge uh, geweest door de hele science fiction setting. Dus denk ik zo. Visueel gezien vind ik sci-fi mooier. Alleen uh, de character die ik wil zijn is niet per se iemand in de ruimte, maar wel iemand die tegen draken vecht. Dus in games uh, kijk ik naar de character waarmee ik speel als in dat ben ik. En in sci-fi aanschouw ik het als zijn, uh, dat vind ik mooi om te zien. Jeetje, wat doe je met mijn me? top 3? Um, ik heb namelijk wel een hele mooie lijst van films in mijn handen. Maar ik, ik had geen top 3 van gemaakt. Mag ik er ook 5 of 6 noemen? Top 3 films. Um, uh, uh, ik moet heel even kijken. Jezus Christus. Um, um, goed. Uh, mm, mm, mm. Jezus. Op nummer 3. Heb ik een film die uh, impact heeft gemaakt op mij in een manier die ik niet had verwacht? Het is ook de enige film um, waarbij ik uh, de 3D-toevoeging enige meerwaarde vond hebben. Um, en dan heb ik het over Gravity. Um, ja, een, een vrij intieme film, maar wel een hele intense film uh, als in. Je, je hebt echt het gevoel dat je uh, uh, bij de hoofdrolspelers in die benarde situatie uh, zit. Um, en je, je voelt heel erg de beklemmendheid van de openheid van, van de ruimte. En dat is heel tegenstrijdig. Alsof je hebt infinite ruimte om je heen en toch voel je je ontzettend soort van claustrofobisch opgesloten. Um, en dat vond ik heel intens om te zien. Uh, daarnaast is uh, de audio uh, in die, die film is heel cool. En wat ze hebben gedaan met spanningsopbouw, want je hebt die, die, uh, dat, dat, uh, die brokstukken van, die, uh, van het ruimteschip... ...wat de hele tijd een, een baan rondom de aarde maakt en dat elke keer weer terugkomt. En elke keer leef je naar dat moment toe van oh fuck, wat gaat er nu weer gebeuren als weer die hele lading met debris langskomt. Um, en dat, die, die timing en die spanningsopbouw, dat is echt geniaal. Het einde was misschien een klein beetje cheesy, maar dat, daar hebben we heel veel films last van. Um, maar ik vond het echt een super vette film en dat is ook een film die ik, die ik vaker terugkijk. Dat, uh, dat vind ik heel tof. De originele Blade Runner, die, uh, ja, die heeft gewoon dat, dat hele... Het is, het is niet per se cyberpunk, maar wel dat, dat grimy stijltje van een futuristische stad zo goed neergezet. Um, dat, uh, ja, dat is er voor mij wel eentje die uh, terecht in de top drie hoort. Solaris, uh, beide Solaris eigenlijk. Uh, het origineel komt uit 1972 als ik me niet vergis, uh, Russische film van uh, hoe heet hij Tark Tarkovsky heet hij geloof ik. Uh, is er naderhand nog een totaal andere remake van gekomen, uh, gemaakt door Steven Soderbergh uh, met uh, George Clooney. Uh, ook een goede film over een, uh, een, een een guy die de ruimte in gaat en daar constant geconfronteerd wordt uh, met zijn overleden vrouw. Um, beide films, totaal andere benadering, maar toch wel heel erg beklemmend. Um, ja, laat ik zeggen, twee voor de prijs van één: Solaris. Op nummer drie heb ik de Matrix-trilogie. Het, het is een filmserie die uh, tijdens mijn puberteit een grote impact op mij heeft gemaakt. En uh, ik raakte dan ook enigszins in de depressie nadat uh, The Matrix Revolutions was uitgekomen. En er uh, niks meer te zien was, uh, er was niks meer aan toe te voegen aan het verhaal. De Anne Matrix had ik allemaal bekeken. En uh, ja, wat, wat ik zo mooi vond aan, 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 die, aan die film was uh, dat het ging over perceptie versus werkelijkheid. En, en wat is nu, wat is nu belangrijker? Um, want er was een groep mensen in de Matrix die liever echt vrij wilden zijn, los van de machines en in de echte werkelijkheid wilden leven. Maar je had je wel een klote bestaan, dan was je wel vrij en leefde je op Zion. Of je kon ervoor kiezen om in de Matrix te blijven leven, waardoor je een schijnwereld voor je kreeg, maar een schijnwereld die bij jouw uh, verwachtingen en uh, verlangens uh, behoorde. En uh, best wel een pittig thema. En, uh, vooral ook omdat het weer leunt op artificial intelligence, uh, wat, uh, ja, waar ik echt enorm in geïnteresseerd ben. Dus dat het ook de, de mensheid uh, in de matrix uiteindelijk de, de, ja, de schepper is van zijn eigen ondergang. En uh, ja, dat, dat vond ik wel echt heel erg uh, vreemd om naar te kijken. Op nummer twee heb ik een, um, een film, dat komt eigenlijk een beetje vanuit mijn jeugd. Mijn pa die had in zijn boekenkast dat hij allemaal boeken van duin staan. Um, en uh, doen. Dus um, ik, 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 vanaf jongs af aan stond ik altijd te kijken naar die boeken en er stonden vette kaften, zaten er heel mooi gestileerd, zoals dat gebeurt in die tijd uh, in, 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 in sci-fi boeken, maar ook in films. Um, en de film duwt toen ik op latere leeftijd uh, van mijn vader hoorde: van ja, maar er is ook een film van, hè, ben ik die gaan kijken. Um, en het is, een, het, is een, het is een heel lange film, <laughs> ten eerste. Het is ook een redelijk traag film, maar de, de diepgang en de, um, de uh, soort van de politieke uh, gelaagdheid die er in die film zit. Dat vond ik heel interessant om te zien. En um, dat is me altijd bijgebleven, weet je. de spice must flow. En de uh, spice float nog steeds bij mij. Dus ik, uh, ja, er zijn ook geruchten dat ze bezig zijn met een reboot. Er is ook een soort van spin-off serietje geweest. Die is volgens mij niet heel succesvol. Die heb ik nooit gezien. Um, ze zijn volgens mij bezig met een reboot. En daar kijk ik bijvoorbeeld wel naar uit. Moon. Toch Moon. Ik, het, het is even kiezen tussen Sunshine en Moon tof zo. Sunshine enerzijds, Moon anderzijds. Staat toch in verband met elkaar, hè? Maar um, dan toch Moon. Sam Rockwell, die uh, echt een hele goede rol neerzet. Een guy die uh, enkel en alleen met een uh, on-board computer, de uh, voice van uh, Kevin Spacey, um, ja, in een spaceship zit. Helemaal alleen, geïsoleerd. En die zit daar op een gegeven moment zo lang... Dat hij waanbeelden krijgt. Is hij wel alleen of hij is hij misschien toch niet alleen? Uh, hij gaat op een gegeven moment dialoog aan met zichzelf. Misschien ook niet. Ja, echt een fantastische film. En zo klein tegelijkertijd. Want hij, hij bevindt zich midden in space. Maar tegelijkertijd is het een hele kleine setting in principe. Doordat alles zich zo'n beetje in dat ruimteschip afspeelt. Um, ja, een kleine film dat, dat bewijs een verfilming van een toneelstuk kunnen zijn. Um, ja, prachtig. Ik heb ik hem ik heb twee, drie keer gezien. Fantastisch film om te zien. Op twee uh, moet ik dan toch uh, een Alien film zetten van Ridley Scott, wederom. De Alien uh, serie, ook weer een, uh, een, 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 een filmserie, dus niet één enkele film. En dan twijfel ik eigenlijk tussen Alien 1 of 2. Het origineel. Want ik vind twee super vet met de, de Marines. Uh, drie, zoals ik zei, die, die hebben wat gezeik gehad met regisseurs uh, van David Fincher over en iemand anders. Maar dat vind ik een hele vette film. En uh, vier, Insurrection vind ik uh, stiekem. Ook wel een van de betere, omdat die regisseur, die is een Franse regisseur, uh, Jean-Pierre Jeannet, die heeft uh, City of the Lost Children gedaan. Dat is ook echt een aanrader. Meer fictie dan sci-fi, maar. Um, ik vind dat hij ook echt met Alien 4 iets bijzonders heeft gedaan, maar die eerste. Het ging over, over ruimtevaarders die een distress signal ergens hoorden en die gingen kijken. En uh, die komen daar aan en die nemen iets mee aan boord. En het uh, all hell breaks loose. En uh, het mooiste aan deze film is vooral. Uh, je ziet de Alien eigenlijk niet echt. Vooral in Alien 1, het is alleen maar suspense horror. en horror. Ik denk dat het meer een horrorfilm is dan, uh, dan een science-fiction film. Ja, daarbij heb ik gewoon letterlijk in mijn broek gescheten. Uh, dat komt ook wel omdat ik zes was toen ik hem voor het eerst zag. Dat heeft uh, een jeugddrama veroorzaakt, maar ook een uh, onuitwisbare liefde voor die film. En op nummer één heb ik um, een film die al een keer is uh, uh, gereboot. Uh, en dat is War of the Worlds. Dat, um, waar ook een boek van is en waar een hele hele vette luisterplaat van is die ik ook heb. Um, maar ja, je hebt een nieuwe. Die was volgens mij met uh, Tom Cruise de nieuwe War of the Worlds. Die vond ik niet zo. Um, maar het origineel, überhaupt die muziek, jongen in die film, dat is echt geniaal. En, Um, ook daar in diepere laag, weet je, de, 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 de breekbaarheid van die aliens en de, de innovativiteit van het menselijk ras, maar wederom een soort van het reageren op conflict situaties, hoe dat altijd gebeurt in alienfilms, wat volledig een soort van buitensporig geweld en wat dan ook met zich meebrengt. Um, ja, dat vond ik heel cool. En ja, ook daarin de, de, de beklemmendheid van de angst voor die aliens en het niet weten wat ze willen en waartoe ze in staat zijn. Um, Als mede hoe überhaupt die aliens. Je ziet nooit echt die aliens nou. Ze zitten allemaal in die, 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 die pots met die lange armen die dan over de aarde lopen en die steeds dichterbij komen. Um, dat ja, het is gewoon, letterlijk de unknown. Um, en dat is ook, denk ik, waar mensen heel bang voor zijn. Dat is, denk ik, ook wel de magie van, van sci-fi. District 9, en dat was toch wel een film die me enorm verbaasd heeft. Uh, toen de tijd uh, zat ik in Zuid-Afrika toen die film uitkwam. Uh, ik zat daar uh, op school voor een half jaar. En uh, die film heeft wel echt een impact op hem gemaakt. Het was een film, het uh, is het debuut van Neil Blomkamp, uh, trouwens. En um, de, de film had ook een ontzettend klein budget: 30 miljoen euro. Maar wat ik zo mooi vind aan die film is dat hij eigenlijk alles heeft wat er gewoon een goede science fiction moet hebben. Het heeft een goed verhaal. Het, het heeft characters waarmee je echt meeleeft. Uh, het heeft keiharde actie. En het ziet er ook fantastisch uit, ondanks het kleine budget. En het heeft gewoon comedy. Het heeft Werkelijk alles. Maar uh, wat vooral erg mooi is, is dat het uh, eigenlijk vrijwel parallel loopt aan de apartheid die altijd heeft uh, geregeerd binnen Zuid-Afrika. En uh, waar in plaats van de donkere gemeenschap nu uh, het, het, uh, het onderspit delft, waren het nu de aliens. En op nummer 1, um, ja, daar hoort voor mij dan, dan toch wel. Uh... 2001, een space odyssey. 2001, een space odyssey. Um, een, 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 een klassieker. Um, de muziek, het tempo. Stilistisch. Um, qua, qua, qua script. En de hele gedachtegang daarachter. Zoveel uh, vette scènes. Fantastisch. Bizar, uh, mooi. Ook, uh, zoals we zegt, ja, cinematografisch. Ontzettend mooi gefilmd. En uh, zoveel lagen ook. En in, in, in de hele verhaalvertelling. Uh, unieke film, een uniek document in de geschiedenis van uh, science fiction films. Ja, het is wel echt een, uh, een legendarische science fiction film die ik nog steeds vandaag de dag. Uh, ik heb hem ik denk twee jaar geleden voor het laatst uh, nog een keer gekeken. Uh, en het, Voor mij blijft het overeind. Uh, dus ik, uh, ik vind dat toch wel de science fiction film.